Goedemorgen! Welkom bij een nieuwe vlog op Family Loop! Amai, dat was mooi hè? Ik vond dat wel. Ik vond het zelf heel mooi. De thumbs up als jij dat ook mooi vond. Oh, ik ben moe. We zijn gisteravond teruggekomen van Amsterdam. En dan ben ik nog naar mijn ouders gegaan. Voor de rest niks speciaal meer gedaan. En nu ga ik trainen met Leslie. Weer. En daarna ga ik opnieuw naar Amsterdam. Met Freya. Dan ga ik ook filmen. Dus dat gaan jullie ook allemaal zien in deze vlog. Maar eerst trainen. Let's go. En ik heb keiveel spierpijn van vorige keer. Maar we gaan ervoor. Kijk. Hey, dat was goed. Dat kunnen we echt voor neem water te roepen. Dat is van de eigen sportcollectie van Leslie. Dat is voor de. Het gaat wel zwaar zijn, dus. Het zijn wel fijn oefeningen. Ja, de tijd vliegt echt. Ja, dat is fijn. Je bent zo heel de tijd met iets anders bezig. Wat is dat? Ik wou zeggen, wat is dat? Dat is op de raam. Oké, ik ben terug thuis. En we hebben protein pancakes poeder mee gekregen. Dat is van Overdrive Sports, dus dat is van Leslie, haar eigen merk. Ik zal alles hieronder zetten, als jullie die ook graag willen. Naar het schijnt leunen die echt het meest aan met echte pannenkoeken, dus dat is wel super, want ik heb al eens pannenkoeken gemaakt, maar met deze. Ik weet niet of je het ziet. En ja, dat is niet echt pannenkoekachtig, hè. Dat smaakt niet zoals een echte pannenkoek, vind ik. Dus ik ben wel blij. Dan kan ik deze proberen. En we hebben ook de Lady Boss meegekregen. Dat is het eigenlijk, ik hoop dat ik het goed zeg, maar dat is het normaal gezien vol met vezels. Waardoor dat je je snel vol voelt. Allee, dat je een vol gevoel krijgt. En dus daar kun je wel wat gewicht mee verliezen. Dus als je echt, echt gewicht wilt verliezen en zo, natuurlijk met combinatie van trainen, is dit denk ik wel echt een super goeie. Die kun je als pudding eten, maar ook als een shakeske. Dus die zal ik ook hier beneden linken, daar ergens. Dan kunnen jullie die ook natuurlijk voor jullie zelf kopen. Dan ben ik ook nog naar de Albert Heijn geweest. Ik heb rijst meegenomen. Maandverband, want het is de tijd van de maand. En ja, ik laat dat zien. Ik heb dat gekocht, dus waarom niet laten zien? Hier zijn meerdere vrouwen op het kanaal, dus maakt niet uit. Kabeljauwhaasje. Snijbonen, broccoli, appeltjes, dit, kip filetblokjes, kip César, dat is zo wel een beetje gebakken. Ik hoop dat dat ook mag, maar ik zal nog eens vragen aan Leslie. Kauwgom, een drinkbeker omdat die afgeprijsd was en je kunt nooit genoeg drinkbekers hebben. En dan Stieks,
voor de katjes. Wie wil er graag een stekje? Ja! Gij! Willen jullie dat? Kom hier, kom. Kom maar eens hier, mijn schattenbollen. Hm? Mijn twee schatjes. Hm. Ja. Hebben jullie zin in een stokje? Kijk, excited. Ruikt lekker, hè, vriendjes. Oké. Ieder aan de ene kant, hè. Muffin daar en Milky hier. Anders dan gaat Muffin met Milky zijn eten lopen. Als ik dat zo niet verdeel. Muffin. En dat is zielig, hè, voor Milky dan. Oh, er zit iets in mijn oog. Oké, ik heb me even opgefrist, gegeten en nu ga ik naar Céline thuis, want we gaan pakjes maken. Dat ga ik niet filmen, maar ik zie jullie straks weer in Amsterdam of onderweg naar Amsterdam. Wij zijn in Amsterdam! Wat zijn we aan het doen? Probeer een stom disco open te krijgen. Nou, we zijn nu in de foodhallen. Het is wel echt chic. Ik was hier nog nooit geweest, ik ga ja wel. Ik ben echt heel gek, hè? Kijk, ga dan doen. Zo moeilijk was dat niet. We hebben eten besteld. We hebben rice paper spring rolls, edamame en sushi. Hallo, het is dag 2 in Amsterdam. Allee, dag 2 met Freya dus. We zijn weer een beetje gaan shoppen en nu gaan we iets eten. En dan gaan we gewoon zo Amsterdam nog wat weer kennen en rond en we zullen wel zien. Oké, en we zijn niet meer in Amsterdam. Ik heb niks meer gevlogd dan ik na het eten. Ik heb zelfs het eten niet gefilmd. Maar het was kei lekker. Maar het was kei lekker en kei fijn. We zijn van Amsterdam heel even naar huis gegaan. En nu zijn we in Hasselt. We gaan een dessertje. Laatste. Ja, eerst eten. Ja, eerst gaan we Frits en Kooi eten. Het is de volgende dag. We zijn gisteravond nog op stap geweest in Amsterdam. En dan vandaag ben ik bij mijn ouders gaan eten. En voor de rest heb ik echt niks gedaan. Heb ik echt gechilled. Ik ben wel aan het monteren nu. Daarom zag ik dat er weer geen dingen is. Geen afsluiter. De goede vlogger die ik ben. Top. Amai. Dat is wel ineens dat licht. Ik ga hier dus de vlog nu afsluiten. Hopelijk vonden jullie het fijn om te zien. Doe zeker thumbs up. En vergeet ook niet te abonneren, want dat vind ik zeker heel fijn als jullie dat doen. En tot volgende vlog. Dag. Muah.